Hoi allemaal. In de voorjaarsvakantie geef ik korting op een persoonlijke reading tot en met 5 maart is dat. Het is aan te vragen via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Dit is de legging voor de tweelingen. Voor de liefde. Het is weer mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. De informatie daarvoor staat in de beschrijving onder de video. Wat gaat er gebeuren in de liefde voor de tweelingen? Zwaarde 8. De maan. En de kracht. Je hebt wat moeite om verder te gaan. Je hebt de mogelijkheid om verder te gaan. Er is iemand in je leven met wie je meer zou willen. Die goed bij je past. Maar je durft niet. En er zijn dingen die je nog niet... die je nog niet kan zien, die je nog niet weet. Die zijn nog onbekend voor je. Of verborgen. En dat is wat je eng vindt. Waar je bang voor bent. Omdat je nog niet kan zien hoe het straks gaat zijn. En daarom durf je niet verder te gaan. Je blijft een beetje vastzitten. Je blijft hangen in hoe het was. Of hoe het nu is. Terwijl het zo mooi kan zijn voor je. Als je die stap durft te zetten. En jezelf losmaakt van je oude leven eigenlijk. Ik zie ook dat je heel erg emotioneel bent in deze tijd. Ik weet niet of je echt iets achter moet laten of totdat het verder gaan is. Dat je moeite hebt met verder gaan. Maar je zit heel erg in je emoties en dat is een beetje wat het ook nog, eigenlijk nog lastiger maakt voor je. Ik zie wel dat je eruit gaat komen en dat je die moed vindt om verder te gaan. Want er is wel iemand voor je. De hoge priesteres.
En de schildknaap van Kelken. Ja, die persoon die. Er is een nieuwe persoon in je leven. En ik denk voor de meeste van jullie dat je al weet wie het is, over wie ik het heb. Omdat je eigenlijk net doet of je die persoon niet ziet. Dus je hebt de oogkleppen op, zeg maar. Je doet gewoon net of het er niet is. En dan hoef je ook niet verder. Dan hoef je ook geen beslissing te nemen. Dan hoef je helemaal niks te doen. Omdat je niet weet dat die persoon er is, zogenaamd. Want heel eerlijk, weet je dat die persoon er is. En weet je ook dat er de mogelijkheid ligt voor liefde. Voor een nieuwe liefde. Maar je doet gewoon net of je niks door hebt. Omdat het makkelijker is en omdat je bang bent voor wat er kan gebeuren. Pentakels 9. En 3 van staven 3. Je wil het echt heel graag. Je wil zo graag verder. En het is echt die angst die je tegenhoudt. Maar je weet heel goed hoe het verder moet. En je wil niet je leven lang alleen blijven. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft niemand. Als je dat niet wil, dan hoeft dat niet. En je weet wat voor iets moois deze relatie zou kunnen zijn. Die nieuwe liefde. Wat het voor iets moois zou kunnen zijn. Maar je bent nog aan het wachten. Ik denk dat je moed aan het verzamelen bent. En aan het wachten bent op het juiste moment. Misschien vraag je je af of je niet beter een tijdje alleen kunt zijn. Single kunt zijn. Maar die persoon komt eraan, of die is er eigenlijk al. Je hoeft alleen maar die stap te zetten en dan ligt er zoveel moois voor je. Als je die angst van je af kunt schudden en gewoon kan zeggen van, ik ga ervoor, ik ga het proberen. De bekers 3. En nog een keer de kracht. Dat is wel super mooi. De kracht verduidelijkt. Je gaat die kracht vinden in jezelf. Dat wil dit zeggen. En ik denk dat je er een beetje hulp bij krijgt. Van vrienden, vriendinnen. Of één. En ik denk dat je dat ook wel weet wie dat is. Wie jou gaat helpen. Die jou gaat helpen die kracht in jezelf te vinden. En dan gaat het je lukken. En dan kom je over die angst heen. En dan kun je verder. De zon. De zwaarde 9.
en de heremiet. Het is super belangrijk dat je eerlijk tegen jezelf gaat zijn. Je maakt het jezelf heel makkelijk. Omdat je bang bent, heb je een beetje de neiging om een beetje dingen te verdraaien voor jezelf. En dat klinkt echt veel rotter dan het is. Je maakt een soort excuses voor jezelf om dingen niet te hoeven doen, omdat je bang bent. En dat is echt logisch en heel menselijk. Wat de komende tijd voor jou gaat veranderen, is dat je die moed gaat vinden in jezelf om dat te veranderen. Dus om echt die stappen te gaan zetten. En dat is zo super belangrijk. En wat daarvoor nodig is, is dat je weet wat je wil. Als je dat duidelijk hebt voor jezelf, dan is dat de eerste stap. En er zullen steeds nieuwe stappen volgen. Net zolang tot je bij die zon bent. En die nieuwe liefde. Want dat is waar je naartoe aan het werken bent. Omdat je die persoon al in je leven hebt. En die gaat voorlopig nergens heen. Maar als jouw toekomst de zon is, dan komt echt alles goed. En wat nog het mooiste hieraan is, is dat jij hier zelf voor gaat zorgen. De eerste stap is goed na te denken over wat je precies wil. En als je gelukkig wilt zijn, dan is dat gewoon de eerste stap. Dan ben je eigenlijk al, heb je de eerste stap al gezet. Dan kan je gaan beginnen naar je nieuwe leven toe te werken. Er zijn mensen in je omgeving die je daarbij gaan helpen. En jijzelf gaat het meeste doen. Jij hebt zelf die kracht in je om dit te doen en om dit te durven. En om die angsten naast je neer te leggen en eroverheen te stappen. En dat gaat je lukken. 100% zeker. Met de zon. En dan vind jij die nieuwe liefde en die gaat alles veranderen voor je. Jullie zullen zo super gelukkig zijn.